Oh, hallo schat, ben je weer thuis? Ja. Nou, hartstikke fijn. Nou, dankjewel. Wat is ongeveer de schade? 5000 euro maar. Nou, dat maakt helemaal niks uit, joh. Nou, was het wel leuk? Ja, alleen okay. Ik ga nu lunchen met Kimberly. Oké, nou, doei, veel plezier. Eet smakelijk. Ariana, veel plezier en eet smakelijk. Oh, Ariana, wat zie je er beeldschoon uit? Ik betaal wel voor jou. Dan mag jij gewoon mijn creditcard gebruiken, dat maakt mij helemaal niks uit. Kimberly, ik moet je iets vertellen. Wat? Toen ik net thuis kwam, zei Roderick Jan zulke lieve dingen, terwijl ik zo onaardig tegen hem deed. Ik denk dat ik toch echt verliefd op hem ben. We gaan ook allemaal leuke dingen doen. We gaan straks paardrijden en we gaan ook een wereldreis maken. Bijvoorbeeld naar Rusland, naar Italië, naar Frankrijk, naar Amerika, naar Marokko. Maar heb je dan nog wel tijd voor mij dan? We gaan ook nog naar Zwitserland, Finland, Kroatië. Allemaal leuke dingen. Ik moet nu gaan. Doei. Maar... Hitman for Hire. Uw target is onze missie. Wie mag ik vermoorden? De vriend van mijn beste vriendin. Hij pakt er van me af. Ik vind het gewoon niet eerlijk. Dat is geen probleem. Stuur een foto en waar ik hem kan doden. Is goed, maar ik wil wel bewijzen dat hij vermoord is. Geen probleem. Ik stuur een lok haar als bewijs. Dankjewel. Hey, Jobo, mijn moeder had gevraagd of je mee kan maar eten. Kom je? Ja, sure. Oké, tuurlijk. Op een goed leven. Ik bedoel, Jomo, Sarah. Ja, dit is al goed, toch? Wat? Nee! Wat doe jij hier? Oké, dat zei ik. Ik snap niet als iemand klak, klak, klak gaat wat ik moet doen. Lekker gegeten. Ik moet zeggen, het is wel een lekkere locatie. Ja, een beetje zand, ja. En we gaan straks paardrijden en we gaan op reis naar Curaçao en Turkije. Deze heeft 100 jaar in de koeling gestaan. En deze was wel heel duur. 2000 euro. Echt potverdurkie. Nou, dat heb ik gewoon 1 uur weer terugverdiend. Oh, we gaan ook nog naar Amerika. En Noordpool zo. Niet lachen. Ja, dat was slecht opgepakt. Dat was echt zo opgepakt. We gaan ook nog naar Frankrijk. Beetje dichtbij, maar ja, boeien. Ik bedoel, ik heb al, ja weet ik veel, 8 uur geen kleding gekocht. Ja, dat kan echt niet. Oh, we gaan ook nog naar Rusland. Doe jij trouwens aan werk? Oh, wat een moeilijk zeg dit. Nou, nadat we vreselijk hard zijn doodgeschoten, moet ik wel zeggen, ben ik blij dat we samen naar de hemel gaan en dat er eindelijk innerlijke vrede is. Heb jij gestopt? Had jij nou nog tekst? Nou, nu zijn we wel dood, maar gelukkig samen naar de hemel.